Hallo, denk aan mij. Je hebt net met mij seks gehad en je gunt me niet eens een tandenborstel. Wacht, heel even. Er zit een wimper, heel gevaarlijk. Even omhoog kijken. Ja, zit het goed? Ja, die zat echt zo in je oog bijna. Dus ik denk, voordat we hele make-up uitlopende dingen gaan... Ambulance, okay. Geweld, alles. In het tweede zit een wimper in het oor van Ella. Oké, de criteria van een one-night stand. Hallo! En welkom weer bij Lullen over Seks. Wij zijn... Anne en Leila, de seksologe in spe. En vandaag gaan we het over een... Ik vind het wel een leuk onderwerp hebben. Vind ik ook. Mag ook wat aandacht aan geschonken worden? Ja, want waar hebben we het over? Een one-night stand. Want wat zijn de regels bij een one-night stand? Dat het één nacht is. Ja, moest even nadenken. Einde video, doei! De criteria van een one-night stand. Dit zijn onze criteria ook, maar ik denk dat het is iemand die je niet kent. Nee, want anders bij een hook-up is iemand die je kent en die je alleen op feestjes ziet en daar steeds dan mee. Friends with benefits ben je echt vrienden. En een schaal dan gebeurt er dat vaker dan die one-night stand. Ja. Dus het is iemand die je eigenlijk niet kent. Nee, en die je dus ergens opdoet. Ja. Meestal is er alcohol in het spel. Ja, meestal is dat in een bar of een discotheek. Niet dat je in de bioscoop zit. Hé, hey, spannende film, hè? Kom even mee. Ja, dat is weet, gebeurt het wel. Ja, zou ik leuk vinden. En dan heb je natuurlijk ook verschil. Je hebt mensen die dan even seksen en dan snel weggaan. Ja. Die blijven slapen. Maar je hebt ook mensen die blijven slapen. En dan heb je de volgende ochtend je walk of shame. Ja, de walk of shame. Wat is de walk of shame? De walk of shame is dat je in je vieze uitgaanskleding... zonder je tanden te poetsen, met je lenzen in hebt geslapen... naar buiten moet. Haar in de klit overal. En dat je naar buiten moet Panties lopen. Panties kapot voor de vrouwen. Of hakken aan. En dat je naar buiten moet lopen en zo naar huis moet gaan. En dat iedereen naar je kijkt en denkt... Die is ergens blijven slapen. Die heeft seks gehad en er was niet bij haar thuis. Want wat ik persoonlijk grappig vind, het is laatst Koningsdag geweest. Ja. En dan, zie je de volgende dag ineens mensen met oranje kleren. Ja. Dat je denkt, die heeft zich niet thuis kunnen omkleden. Nee. En dat iedereen dus eigenlijk, nou valt het wel mee dat iedereen dat zo ziet. Maar dat je het gevoel hebt dat de hele wereld dat weet. En dat jij... Je voelt je natuurlijk ook een beetje niet vies van de seks, maar gewoon vies omdat je niet hebt gedoucht. Ja. Je hebt je make-up niet af kunnen halen voor... Over de mannen geldt ook dat je tanden niet hebt kunnen poetsen. Je haar zit in de wacht. Maar goed. En mannen kunnen net zo erg een walk of shame als vrouwen. Ja. Want dat is vaak ook als je gewoon al in die stinkende uitgangsfeer ineens op je werk aankomt. Omdat je dan bijvoorbeeld gelijk moet werken daarna. Ja, op donderdagavond. Ja. Ja, dan valt het toch ook best wel op. Ja. Wat zijn de regels dan? Ja. Onze regels. Ja, we hebben dus een beetje over nagedacht wat wij dan denken wat regels zijn bij een one-night stand. Regel... 1. Heb condooms. Dat is het. En gebruik ze. Allebei. Ja, want we willen geen SOA's. En we willen ook niet zwanger worden. Nee. Dus we gaan gewoon het safe doen. Ja. Je kent zo iemand ook niet. Je weet het allemaal niet. En ben echt. Want sommige mensen zeggen. Ja, maar dat zie je toch wel een SOA. Of nee, ik had een goed gevoel bij diegene. Ja. Ik vertrouw diegene. Want mensen met chlamydia zijn altijd onaardig. En die ziet er ook vies uit. Sowieso, ook al ziet het er schoon uit daar beneden, ook al ruikt het goed, ook al ben je geil, gebruik een condoom. Ja, dus heb die ook bij je als man en als vrouw. Ik vind dat zo stom dat vrouwen dat niet mee zouden moeten doen. Nee, want als je dat meeneemt, dan ben je een slet. Oh, ja, dat zeggen ze. Ja, nou, ik vind dat je heel goed bent, ook voor je vriendinnen en zo, altijd condooms. Ja. We gaan jullie weer helpen met de brandende vragen die gesteld zijn. Ik vind deze leuk. Hebben mannen ook een walk of shame? Ja. Die hebben ze ook. Het is wel bij vrouwen valt het soms meer op omdat de make-up uitgelopen is of weg is. En echt, we hebben meer een contrast tussen uitgaanskleding en casual kleding. Bij mannen is casual kleding ook soms de uitgaanskleding. Dus dat valt... meer op. De carnaval is ook grappig, zeg maar, de laatste dag van carnaval. Dat je dan, zeg maar, de dag daarna... Dan zie je nog een paar van... Mensen verdwaald in een carnavalskleding. Het is al over. Maar goed. Dus ja, mannen hebben ook een walk of shame. Ja, wel een leuke vraag, omdat er dus wel altijd wordt gedacht... Oh, vrouwen die hebben, want... Ja, dat vind ik ook. En dan heet het ook, want het is een walk of shame, want je bent een slet als je die walk hebt...
Maar als mannen... ben je net zo goed een slet. Ja, en een slet is gewoon lekker om te zijn. Dat mag. Dus, mannen hebben ook gewoon geschreven. Vraag 2. Hoe kan ik een meisje fixen? Ik zal even de context erbij zeggen. Dit is een jongetje van 13 die dit gevraagd heeft. Ja. Heel jong, dus daarom is het ook, hoe kan je meisje fixen? Maar, ja, goede vraag. Hoe kan je meisje fixen? Wat wil je van een meisje? Is natuurlijk ook iets, hè? Dat fixen, ik ben misschien een beetje oud aan het worden. Maar ik weet niet op je 13e wat fixen is. Dat dan dat je er verkeer mee wil? Wil je ermee zoenen? Wil je er al mee seksen? Ik weet niet wat je ermee wil. Ik denk dat er een overal iets is waar je rekening mee moet houden. Is dat je niet te opdringerig bent. Ja, respect hebt. Meisje respecteert inderdaad. En een soort van ook zegt. Ja, niet van, hey, ik wil je fixen. Waarom ga ik gelijk zo praten? Ik heb dat ook, ja. Dus ben attent voor het meisje. Ja. En laat wel doorschemeren dat je denkt van, nou, dat meisje echt wel door hebt dat je er leuk vindt. Maar ga niet inderdaad zeggen, hey, ik wil je fixen. Ja. Of heel opdringerig. Kom je neuken? Dat werkt niet. En het is trouwens ook van meisjes plagen kusjes vragen. Eigenlijk, dat moeten we van af. Want je kan gewoon ook kusjes vragen. En plagen is wel leuk. Maar ik bedoel, niet in de negatieve. Snap je? Ja, dus hoe kan je een meisje fixen? Blijf ook gewoon vooral jezelf. Ja. En ben netjes, rustig, niet opdringerig en heb respect voor het meisje. Ja. Ik denk dat het wel is. Zo, dan kan je genoeg meisjes fixen nu. Stel vooral nog meer vragen die je hebt op onze Instagram. Seksologe in spe. En dan helpen we je de volgende keer graag weer verder. Ja. Gaan we zo doen. Ja, 2! Denk ik. 2. De regel is als je lenzen hebt, dan wil ik gewoon even persoonlijk iemand met lenzen zijn. Als je lenzen hebt, het is niet eens een regel, maar doe het voor jezelf. Neem een lenzendoosje mee in zo'n kleine vloeistof. Dan wil ik hier even op inhaken met mijn mooiste creatieve idee wat ik ooit heb gehad in mijn leven. Het was ook voor jou een drempeltje om te beginnen. Het One Night Stand pakketje. Ik heb al een keer... Bam, 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 bam. Ik heb al een keer de moeite gedaan via onze Instagram om het een beetje in de spotlight te zetten. Goed, even kort wat er sowieso in een standaard, want het is een soort van unisex pakketje. Denk aan een tandenborstel. Ja. En ja, lenzen, vloeistof met lenspotje dus. Make-up remover. Tampon. Ja. Dat kan je maar gewoon hebben. Dus neemt geen plek in beslag, jongens. Condooms. Condooms. Inderdaad, inderdaad. Glijmiddel mogelijk. Massageolie. Dat is een beetje zo'n extra. Als je een extra future voor je one-night stand. Als je denkt, nou, ik ben een one-night stand. Als je mij hebt, zullen ze me nooit vergeten wat ik had. Ja. Massageolie. En iets van een elastiekje en een klein borsteltje of zo. Dat is ook altijd handig. Gel. Zo'n klein mini reisdingetje voor gel. Een onderbroekje kan je natuurlijk. Ja, onderbroek of boxer kan ook. Deodorant kan ook. En een luchtje of zo. Maar kijk, we zeggen nu maar dit verzacht dus eigenlijk ook de walk of shame. Ja. Ja. Want dan kan je ineens zo over straat weer. Ik denk dat het stom is dat het one night stand nog steeds een beetje een taboe is. En ook dat het awkward moet zijn de volgende ochtend. Weet je wel, dan ben je weer nuchter of je hebt een fucking kater. En dan denk je, Maar het is awkward, denk ik, omdat dus het niet duidelijk is van tevoren dat dit een one night stand is. Ja. Dus want misschien... vaak, je wisselt ook heel vaak helemaal geen nummers of zo uit. Nee, maar misschien moet je dat een soort van meer duidelijkheid voor de one night stand. Dus als je iemand oppikt en je zegt... Laten we dit een one night stand noemen. Dan ben je allebei bewust, dan mag je genieten van het ontbijt. Maar daarna weet je beide, we gaan onze eigen weg. Als je dan zo'n one night stand pakketje in huis hebt, ik vind het ook wel aardig. Ja, dat is wel lief. Want degene bij wie het dan gebeurt, die is gewoon lekker thuis. Die kan gewoon een douche, hoeft helemaal de straat niet meer op. En die andere die zit daar van, hallo. Hallo, denk aan mij. Je hebt net met mij seks gehad en je gunt me niet eens een tandenborstel. Hoezo? Ja, en ook, dan hoef je zelf ook niet allemaal dingen mee te nemen en je laat ook niks achter. Nee. Oh ja, dat is ook een goeie inderdaad. Laat niks achter. Vergeet je horloge niet. Nee, want dan moet je terug. Dan moet je terug en dan lijkt het ook, dat vind ik altijd zo. Ja. Dan hoor ik wel eens van mensen van, superkut, ik ben dus iets vergeten bij die one night stand. Maar dan lijkt het alsof je dat bewust hebt laten liggen omdat je het keer omdat terug je dan wil weer terug wil en dat je dan het weer verder wil. Ja. Dat is ook een taboe. Dat je bij een one-night stand niet mag zeggen, een beetje links, een beetje rechts. Ik vind dit veel lekkerder of dat. Het gaat alleen om die nacht, dus doe het vooral. Ja. Zeg juist en leer elkaar heel die nacht. En heb gewoon een leuke nacht. Ja.
Ja, want een one cent hoeft niet slecht te zijn. Het kan ook heerlijk zijn. Kan juist hartstikke goed zijn ook. Ja, dus je moet gewoon open zijn naar je one stand. Ja. Het moet geen taboe zijn. En of je nou een man, vrouw, wat dan ook bent. Als je daar zin in hebt en je pikt iemand op en je zitten allebei op hetzelfde level. Dan kan het alleen maar leuk zijn en goed gaan. Dan zie ik niet in wat de gevaren kunnen zijn. Gewoon en als je dat ook nog eens veilig doet en niks achterlaat. Nou, dan ben je er. Chapeau, petje af. Dan heb je de beste nacht van je leven. En dan is het natuurlijk weer gevaarlijk, als je de beste nacht van je leven hebt, wil je weer terug. Ja, en dan laat je dus weer iets liggen. Als we het even op een rijtje zetten, doe het veilig. Verantwoordelijk ben je allebei voor condoom. Ben bewust en bespreek mogelijk gewoon van, dit is een one-night stand. Bespreek dit al in de discotheek van, ga je vannacht een nachtje met me mee? Heb het one-night stand pakketje. Ja, heb het one-night stand. Misschien brengen we het nog wel een keer uit. Dan zullen we het jullie op de hoogte brengen. Ja. Dat lijkt me leuk. Even kijken. Oh ja, laat niks achter. Geen soa's, geen horloges, niks. Geen baby's. En geef aan wat je lekker vindt. Ja, en geniet er ook van. En ook als je die deur dan dichtgetrokken hebt, sluit het af. Bedankt voor het kijken. Geniet van jullie one night stands. Ja. En laat het taboe van de one night stands voorbij gaan. Ja, helemaal mee eens. Oké. Doei!